Ja mensen, op dit moment is het 27 december en dat houdt in dat we morgen het vuurwerk mogen halen. Wij willen natuurlijk wel op tijd alweer wat af gaan steken. Dus hebben we leuk vuurwerk voor jullie, wat we vandaag gaan afsteken. Staat allemaal op het boomstammetje daar, moet je even filmen. Belgische dingen, mooie nitraten. Keuze zat. En we zijn op een hele mooie locatie. En ik heb weer wat voor jullie, want we hebben 3 aanstekers binnengekregen van jouw tech. En dit is de allerlaatste kans voor jullie om nog een plasma aansteker te kunnen kopen voor oud en nieuw. Het is een elektrische aansteker en als je hem nu nog bestelt, zal die nog voor oud en nieuw geleverd worden. Maar dat is de laatste kans voor jullie. Kortingscode PYROTEAM DELFT, dan hebben jullie in ieder geval een goede korting. En in een van die doosjes kan een golden ticket zitten. En dan win jij een van de vuurwerkpakketten ter waarde van 150 euro. We gaan nu even kijken wat erin zit. Pyro Sticky. Kijk, even aanzetten. Dat is de zwarte. Ik zeg je eerlijk, dit is mijn favoriet. Vergeet maar dat het hem aanzetten. Dat weten de mensen wel. Zie je? Jouwtech.nl mensen. Link staat in de beschrijving ook. Als jullie die willen. Is een vaste samenwerking die we hebben met Jouwtech. Dus ik wil even een dikke SO doen naar hun. De volgende. Ik ben echt benieuwd man. De doos gaat niet dicht. Ik doe hem verkeerd om. Ja, maakt eigenlijk niet uit. Want we gaan toch mee afsteken. Hier. De volgende. Een zwarte. Mat ook. Die is ook super mooi man. Die hebben we al een keer eerder gehad volgens mij. Die zit echt ziek. Knet het goed. En hier zien jullie dus die oplader erbij. Wat dus chill is dat je bijvoorbeeld ook in de auto deze kan opladen. Wat wij dus best wel vaak doen als we gaan stoken de laatste tijd. Want ik vergeet altijd mijn aanstekers. En als je een van deze aanstekers in je auto laat, dan is het altijd mooi dat je dan toch nog vuurwerk kan afsteken. We gaan er ook morgen wat weggeven in Duitsland. Als er mensen van jullie tegenkomen. Dus mochten jullie ons zien. Misschien krijg je geen aansteker van ons. Maar goed, we gaan nu naar het zware geschut. We gaan even stoken. Waar zullen we mee beginnen? Ik zou zeggen, begin bovenaan. Oké. Okay. Dit is een special torch red. Komt een vlammetje uit. Even zien hoor. Waar is die lont? Dus. Nou wat. Hier is. Zit er eentje met eindknal in je plan. Check dit gek. Zo, dat is ziek. Die is echt ziek deze. Ja man. Nice. Die is echt goed die. Boom. Ja. Dat is de eindknal. Zo. Nou. Ik denk dat valt vanuit elkaar mensen. Nog geen miskoop. Dit doet het lang jongen. Ik denk een minuutje of twee. Nou, dat was het. Ja, dat was hem inderdaad. Nitraatjes. Uiteraard. Echt jongen, over een paar dagen is het al oud en nieuw jongens. Compilatie komt eraan. Zit er precies van die dingetjes voor. Mooi. Is dit ook een tak in mijn hoofd man? ga maar. In je hoofd nog wel. Ja, die waren goed hè? Dat weet ik niet, ik ken ze. Die is echt schijf. Lijkt net even. Staat die te stoken hier? Ze zijn leuk, maar ze zijn niet heel hard. Nou, de laatste 5. Gelukkig hebben we inderdaad meerdere aanstekers. Ze gaan niet snel leeg, die aanstekers of zo, man. Nee, gaan wel lang mee. Zo, die klonk harder. Ja. Lekker hoor. Even een mooie mat ophangen. Nou, de eerste van vandaag. Er staan helaas geen kerstbomen hier, maar hang hem maar op man. Ik denk dat hij wel hard gaat hoor. Ja, dat werkt ook. Ja, ik snop valt hoor, daar niet van. Mooi. Hangt even. Ik ben erg benieuwd hoe deze gaat. Goeie. Wel snel, maar daar hou ik van man, dat snelle. Wil je de snipjes zien dan? Zoals een mat hoort te zijn dit. Mooi. Rode loper. Oh ja, die wat duurdere knallers. Deze zijn met fluit als het goed is. Kijk, ze net zo goed zijn als de Ugly Joe van vroeger.
Heel benieuwd. Valt mee. Ugly Joe's waren beter, ja. Lekkere knallen. Deze week zeker dat die goed moeten gaan. Ja man, er zit ook goed gips aan. Ja, mooi. Zo, die staat lekker rechtop. Knallen. Ja, die waren beter. Die staat rechtop. Zo dan. Hey, we hebben hier nog een leuk doosje. Rekertjes? Ja. Ik weet niet of ik die erop had gezet, man. Ga de andere kant op, grap. Strijkertje. 0,5 match, toch? Holy moly. Die zijn dus niet de moeite waard. Die zijn best wel zacht. Gooi mij niet zo ver, man. Ik ben echt heel gevoel. Even een heksenkring. Even kijken of dat ook kan met jouw tech aansteker, elektrisch. Ben je laten zien dat het wel kan, denk je? Nou. Toch lekker. Oh ja. Dat is lekker, jongen. En nog eens even wat van die grote gips. Deze grote jongens. Van die gipsknallers af. Schoten net naar mij toe, deze. Gooi jij mij naar die kant, man. Zo. Oh. Gooit hij hoor, tussen de bomen. Ja, mooi. Gooien ze nou allemaal de borstjes in? Daar zit hij hoor. En nu? Ja, deze. Oh ja, die blauwe. Hij gaat niet bijten, piranha. Zo, dat was echt een hele lullige fluit, man. Het lijkt net zo niet een ground mouse. Eerlijk? Een fluitje. Nog meer in het assortiment. Nog meer van die dikke schoenen. Zo! Mooi sniper, man. Hij knalde harder daardoor, man. Leek. Straatjes in. Zo, echt vlak bij ons ook gewoon. Oké. Lachen. Die kant op. Leek wel oud en nieuw hier, man. Jeetje, ook niet naar hier. Is echt flut. Nou ja. Hallo. Maar die Ugly Joe's waren toch wel beter vroeger, man. Maar goed. Deze zou heel goed staan, is gezegd. Maar... Zo. Zo, jij stookt lekker door, gek. Zo. Zag je dat? Toch schieten ze een beetje weg, hè? Kijk, joh.
Gewoon even wat uittesten voor oud en nieuw. Mooi. Ik weet in ieder geval dat je hier zo... What's next? Zo. Je ging mijn oren net van dicht zitten, gek. Zo, die zijn hard hoor. Oh, mijn kijker staat bij mijn rug. Zo. Zeg je dat? Wat? Nee joh.